Welkom in Vinia's Week. Mijn naam is Siep Vinia en te gast is vandaag Jan Latten. Jan Latten heeft heel lang een leidinggevende rol gehad bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op het vlak van bevolking, mag je dat zo zeggen? Ja, ook sociologie zou je kunnen zeggen. Sociale demografie is eigenlijk, maar formeel was het altijd demografie. Ja, en een deel van de tijd was je, met name de laatste 10, 15 jaar, schat ik? 15 jaar. Was je ook hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam? Ja. Ook demografie, neem ik aan? Ook weer sociale demografie, met name. Ja, oké. Wat is het verschil eigenlijk tussen demografie en sociale demografie? Nou ja, demografie dat houdt zich nogal eens bezig met de kwantiteit, uitsluitend. Hè, zeg maar. Mm-hmm. Econometrisch bijvoorbeeld, hoe sterk goed de bevolking. Aantallen, niet alleen, maar ik had specifiek sociale demografie en dan ook nog relatie- en gezinsvorming. Dus toegepast op dat microniveau, zou je kunnen zeggen. Dus, dan krijg je de link tussen ons persoonlijke leven en dat macroniveau van demografie. Ja. Dus waar komt het nou door? Bijvoorbeeld dat stellen, of dat het kindertal zakt. Ja. Nou, mijn analyses gingen ook over gezinnen. Ja, heb je de verbinding. Je had ook met de mens in het geheel bezig, zou je kunnen zeggen. Ja, mensen, een microniveau van relatievorming. Want relatievorming, hoe wij partners vinden, zoeken of kinderen krijgen, bepaalt ook mede. En wanneer? Bepaalt mede natuurlijk de bevolkingsgroei en de prognose. En wanneer ouderschap plaatsvindt. En het zijn ook sociale veranderingen. Dat zijn, de tijdgeest verandert en dan kun je afmeten aan de normen en waarden van mensen. Hoe gaan ze om met ouderschap, met relaties? Ja. Zitten we nu ook nog midden in grote veranderingen, vind ik. Maar historisch gezien, de grootste verandering van de laatste halve eeuw is denk ik dat vrouwen pas niet op 22 of 23-jarige leeftijd kinderen kregen, maar pas rond een 30ste. Ja, maar dan zit je in het kwantitatieve deel. Ja. En het sociale deel is de anticonceptiepil werd uitgevonden. En toen gingen koppels zich anders gedragen. Zeker? Dat is eigenlijk het sociale, hè? Want ineens werd kinderen krijgen, werd kinderen plannen. Dat gebeurde zo jaren 60. Ja. En dat was een hele belangrijke. Maar je zag het in de grafiek, denk ik, vooral, of pas, in de eerste jaren 70, toen was in feite de babyboom pas echt voorbij, hè? Toch? Door die pil. Door die pil. Maar mensen hebben het wel eens over babyboomers, dat zijn jij en ik dan. Mensen die van voor 1955 en van na 1945 zijn. Als je het kwantitatief ziet in aantallen kinderen per en op jaarbasis, dan zie je dat die grote kindertallen, dat liep door tot in de jaren 60 echt zo, 65, 66. En toen zakte het weg, want toen kwam inderdaad de pil. Ja. En dan had je natuurlijk de eerste koppels waar die pil voor bedoeld was, die hadden al 3 kinderen en dan kon je kind 4 vermijden. Ja. Daar was hij voor bedoeld. Ja. Dat was het eerste effect. En toen ontdekten andere koppels van, hey, we hoeven kind 1 ook niet meteen te krijgen. Begonnen ze niet aan, dus ze kregen de uitstel. En dat waren we al in de jaren 70. Ja. Maar wat wel fijn is, dat we nu in ieder geval hebben vastgesteld, dat al dat gescheld over boomers gaat zelden over de juiste mensen, want de babyboom ging veel langer door dan vaak wat verondersteld. Ja, maar die boomers hebben zoveel goed gebracht. Dat zou ik ook nog maar daar hebben we het andere keer over. Oh. Wij hebben zoveel goeds gebracht. Nou ja, zie je. Na deze bosklopperij, dames en heren, gaan we over naar het onderwerp waar ik het voornamelijk over ze willen hebben. En dat is de omvang van de bevolking en de oorzaken daarvan. Wat overbevolking genoemd. Daar wil ik eigenlijk meteen met de deur in huis vallen. Dat was, ik heb dat nog even teruggekeken naar keerpunt 72. Dat was een soort samengesteld verkiezingsprogramma van de toenmalige progressieve linkse partijen. Die wilden samen gaan regeren. Is ook min of meer gebeurd. Dus dat was de PvdA, de PPR, D66, misschien nog wat. En in die tijd was het tegengaan van overbevolking en het verminderen van kindertal, we hadden het al even over, was een links thema. Dat kun je toch zo zeggen? Maar dat was al ongeveer in de tijd ook van de Club van Rome, denk ik. Maar ongeveer dezelfde tijd. Ja, en dan denk ik dat het tegengaan van overbevolking, dat begon al dat idee van dat slaat op Nederland en dat slaat op de wereld. Globaal of lokaal, dat is een punt. Ja. En ik denk dat het toen vooral was iets van, de wereld krijgt straks te veel bevolking. Maar niet Nederland. En dat in die tijd niet. Dat nog niet. Want door die pil waar we het net over hadden, dat speelde toen in die zin, dat voor die tijd was er juist in Nederland angst voor overbevolking. Zeker. Hè, omdat het kindertal bleef maar groeien. Ze verwachten toen al de 18, 19 miljoen waar we nu tegenaan gaan. Alleen kwam dat toen door die vierde, vijfde, zesde kinderen die mensen hadden. Precies. En ineens was die pil er gekomen. Ja.
En toen ontdekte men, eigenlijk was men verrast, van hé, die kindertallen zakken weg. Ja. Dus in Nederland was toen het probleem opgelost, want in 1972... De omvang van de eigen bevolkingsgroei was maakbaar. Nou ja, de prognoses die toen gemaakt werden. Voor die tijd was de prognose jaren 60, 50, 60 van... O jee, we gaan naar 20 miljoen met al die kinderen. Ja. En toen kwam er ook de commissie Muntendam. Die moest dan een beleid maken van wat kunnen we daartegen doen. En zo beleid maken, oplossingen zoeken. En nog voordat die commissie met het advies kwam... Had je de pil er al. Ja. En toen zakte dat kindertal weg en toen... had die commissie eigenlijk, hoefde geen advies meer te geven, want dat probleem van Nederland zou alsmaar groeien tot 20 miljoen was verdwenen al. In die tijd dacht men dat. Precies. En men had niet gedacht dat Nederland nog immigratieland zou worden, dus nee, was geen probleem. Dat gaan we nog over hebben, dat lijkt me wel duidelijk, ja. Maar goed, dan hebben we dus voorlopig even vastgesteld dat, tenminste die kant gaan we dan op, dat dat in jaren 50 geleden, dus begin jaren 70, rond die tijd, het een heel gangbaar, en zeker ook in progressieve kring, een gangbaar thema was dat de bevolking van de wereld, misschien Nederland niet speciaal, maar de bevolking van de wereld, een bedreiging was voor de natuur, de milieu, enzovoort en wat is meer zijn. Ja, dat was de Club van Rome die dat ook had berekend, hè, die tijd, van zeker, dat we allemaal zou uitputten. Maar ik dacht bijvoorbeeld bij D66 al voor de Club van Rome, dus laten we zeggen in 1969 of zo, het al de overbevolking als een probleem werd gezien. Ja. Misschien zelfs de Nederlandse erbij, dat zou me werkelijk niet verbazen. Maar in Nederland speelde dus die overbevolking eigenlijk niet meer. Dus althans, dat thema ging snel van de agenda. Daar liepen ze achter. Maar waar begin ik daar nu over? Omdat je ziet dat eigenlijk, dat thema, dat is nu een onaanraakbaar thema geworden. Nu heb ik dat toch wel zelf wel eens uitgezocht. Ik denk dat zelf, dat rond het bevolkingscongres in Cairo van de jaren 90, weet je nog? Nee, weet ik niet, maar goed. Ik dacht, uit mijn hoofd, de eerste helft van de jaren 90, heb je een wereldbevolkingscongres gehad. En toen was het echt uit de mode geraakt om als westerse landen iets te vinden van overbevolking, van de bevolkingsgroei, omdat dat als paternalistisch werd beschouwd, omdat dat als discriminatie werd beschouwd, en omdat de islam en de katholieke kerk de handen ineen hadden geslagen om te zeggen, ja, maar wij willen onze aanhang laten groeien. Ja, maar dat staat je niet zo scherp voor de geest misschien? Nee, het staat me niet zo scherp voor de geest. Maar ik heb nog gedacht, wat kan nou de oorzaak zijn dat toch weer die hang is naar datzelfde van bevolking, wereldbevolking en zo. Dat is natuurlijk toch ook klimaat. Maar ik vind het andere punt dat het ook het onderscheid Nederland en wereld niet meer gemaakt wordt of mag worden. Dat is ook zoiets. Dat zou wel eens samen kunnen hangen, kun je niet bewijzen, maar ik denk het. Zou wel eens samen kunnen hangen met het feit dat we nu een hele generatie ook hebben. Die eigenlijk is opgegroeid met de les van grenzen zijn eigenlijk niet meer functioneel in Europa. Hè. Grenzen moeten weg, die hebben geen functie. Want de nazistaat is echt voorbij. Dat is voorbij. En als je in die sfeer helemaal bent opgegroeid hier in Europa, dan is de volgende stap natuurlijk dat je ook grenzen in de wereld overbodig vinden. En dat vind je terug in van die slogans, de wereld is van iedereen. Ja. Alsof we dat niet al wisten. Ja. En niemand is illegaal, dit soort dingen. En dat komt toch voort uit het idee van grenzen hebben geen functie meer. En eigenlijk wordt dat ook wel aangegeven door de EU. Een grens is overbodig. We hebben ze nog, maar ze zijn overbodig geworden. Men is nog aan twijfelen, geloof ik. Ja, waarbij aangetekend dat tegelijkertijd de nazistaat met zijn grenzen belangrijker is geworden dan die ooit geweest is. Al was het maar omdat een steeds groter deel van het geld naar de staat gaat, al was het maar om de eigen inwoners te onderhouden en van voorzieningen te voorzien. Ja, op die manier. Maar dat is ook weer nodig omdat dat geld ook weer beheerd wordt door een groter geheel, de zeker, EU. Maar het kan dus, je wordt misschien niet tegengehouden bij de grens, maar je kunt wel tegengehouden worden tot je toegang tot de verzorgingsstaat, je BSN-nummer. Nou, je wordt is een nieuwe paspoort. Of je wordt tegengehouden in ideeën over wat zijn plichten, rechten binnen die grenzen. Nou ja. Men gaat er dan vanuit dat dat ook allemaal diffuus moet worden of hetzelfde moet worden. Ja. En, je zou kunnen zeggen, we zitten in een soort overgangsfase naar iets anders. Wat het dan is, weet ik niet. Maar dat maakt ook wel het gevoel, ik vind met name deze generatie in dit deel van de wereld. Mm-hmm. Ik denk niet dat in andere delen van de wereld
jonge generaties dezelfde gevoelens hebben. Dat denk ik ook niet. Nee, die maar zoals het wel vaker voorkomt, dat er een perceptiebotsing bestaat tussen wat elders wordt gevonden en hier. Denk ja, ik. Maar dat is wel een heel essentieel iets wat Tuurlijk. Volgens mij ook in onze wereld hier gebagatelliseerd wordt, ontkend wordt, terwijl een realiteit is. Ja. Maar men denkt te veel in, zoals we de wereld hier ervaren, dat is ook hoe de mensen in andere delen van de aardbol de wereld ook ervaren. Maar dat is niet zo. Of, een kleine variant erop, misschien zijn ze nog ver, maar binnenkort denken ze wel net zoals wij. Of zie je dat anders? Die andere delen van de wereld. Dat is de veronderstelling hier. Oh ja, dat ze misschien nog niet zo ver zijn, maar binnenkort denken ze net zoals wij. Veronderstelling dan? Ja. Nou, ik denk dat mensen altijd op dezelfde manier hebben gedacht. En de belangrijkste manier van denken is, hoe overleef ik? Ja. Bestaanszekerheid, ik moet overleven. Alleen de manier van overleven verschilt heel erg. De context is anders in de werelddelen en dat maakt dat mensen anders reageren. Maar dat betekent dat gaat botsen op de een of andere manier. Ja. Dat denk ik. Ja, het is nu abstract, maar, maar dat zorgt wel voor wrijvingen en voor misschien misunderstanding. Nou ja, maar dat lijkt me logisch. Dan kun je het ook zeggen als de verwachtingspatronen verschillen. Ja. En zeker als we aannemen dat die verwachtingspatronen niet verschillen, dan weet je zeker dat de fricties eraan komen, toch? Dat vind ik nou heerlijk strak. Nou, daarom. Wanneer, want dan kom ik toch nog even terug op die overbevolking. Want dat is, lijkt mij, een centraal thema. Dus als je klimaat een probleem vindt, de invloed van de mens op het klimaat, dat is het centrale thema van het Nederlandse kabinetsbeleid, bijvoorbeeld, en sommige andere landen misschien ook, maar Nederland zeker, want we willen koploper zijn, hoor ik. Dan is toch het aantal mensen dat op de wereld rondloopt daarbij van essentieel belang. Ja, maar, Vooral als het welvarende mensen zijn, dus als wij mensen welvarende willen hebben, en het aantal neemt nog steeds aanzienlijk toe, dan zou dat toch reden van zorg moeten zijn als je de klimaat onze zorg is. Als het klimaat onze maar zorg is. Maar dat is toch ook een punt, dat is wel een punt van zorg, de aantallen mensen. En de berichtgeving UN over hoeveel miljard wordt het. Men is als het ware, je leest het tussen de regels zo, hoe blij men is dat misschien ooit een einde aan de groei komt. Dat ergens bij 10 of 11 miljard zou zijn. Nee, het is wel een zorg. Ja. En het heeft natuurlijk ook te maken met de consumptie per persoon. En je moet je ook eigenlijk afvragen. Ik denk of we nou met 10 miljard of 6 miljard mensen op deze aarde lopen, zouden we met z'n allen meer uitvinders hebben? Zouden we allemaal gelukkiger worden als er nog 4 miljard mensen bij zijn? Ik betwijfel het. Ja. Het geluksniveau, kwaliteit van leven. Op een gegeven moment heb je niet meer mensen nodig om dat te bereiken. Hè? Dat denk ik toch. Ja. Dus ik begrijp ook wel van, we hoeven niet alsmaar te groeien. En dat vind ik wel ook wel weer een punt, ook in Nederland, van vraagt men zich überhaupt af, moeten we wel groeien? Economisch, bevolking, nou, sterker nog, kwantitatief. Dus er is een serieuze en vrij dominante beweging die ook op televisie zich uit en zo, die vindt dat we juist misschien wel terug moeten naar een natuur van 1000 jaar geleden. Of dat zijn de andere uitersten natuurlijk. Ja. Maar het groeidenken op zich, daar kun je twijfels bij zetten, want misschien hebben we wel voor Nederland een soort maximum bereikt, een optimum bereikt. Ja. Waar ligt dat optimum? En dat is natuurlijk een moeilijk antwoord op te geven. Maar alleen het feit dat die vraag niet gesteld wordt binnen Nederland is vreemd. De vraag wordt alleen maar gesteld op wereldniveau. Waarom wordt die vraag in Nederland niet gesteld? Ja. Dan moet je al een aantal keren tegenaan zijn gelopen. Ja, daar loop je voortdurend tegenaan. En daar kun je ook niet zomaar een antwoord op geven. Ik kan alleen maar constateren dat het heel vreemd is. Dat het eigenlijk mensen, kwantiteit kun je tellen. En we zijn een rationele samenleving. En als je weet van wat is consumptie per persoon en wat is opbrengst per persoon, dan kun je dat gewoon tellen. En dan kun je daar iets mee doen. Maar men ziet dat heel erg als een inbreuk op privacy. Ik denk vooral in onze cultuur, waarbij zeg maar de ik-cultuur en het individu heeft alle rechten. Hoe haal je het in je hoofd om een individu iets voor te leggen dat je misschien moet nadenken over, ik wil 4 kinderen, of ik wil 3 kinderen, of ik wil geen kinderen. Dat ziet men als vrijheid van het individu. Mm-hmm. En daar hoor je niet over te discussiëren. Nee, maar als we het nu over de bevolkingstal van Nederland hebben, dan weten we allemaal dat als de bevolking, als dat een probleem is, of een kwestie van aandacht zelfs maar, nog niet eens een probleem,
dat die bevolkingsgroei die serieus gaande is. En dat gaat over dezelfde aantallen waar men zich vroeger zorgen over maakte. Ja. Dus nou, het gaat over meer. Het gaat zelfs om meer. Ja. Ik kreeg dus in de tijd van Drees, toen hadden we 10 miljoen inwoners of nog niet eens. En toen vond het men het over bevolking. Het immigratiebeleid. Toen moest men emigreren, want het was te vol. Ja. Dus in de jaren 60 was de commissie Muntendam. Nou, toen maakte men zich zorgen over dat we te veel kinderen kregen enzovoort. Ja. Dus het is helemaal niet zo dat we voor het eerst daarover zouden denken. Alleen is het nu opgegeven, kennelijk. Nu wonen er aantallen die men zich toen niet nauwelijks kan voorstellen. En het groeit stevig. Maar nu is het geen thema, dat is toch gek? Mag geen thema zijn, ja, het is zeker gek. Maar het is wel een thema mondiaal. En ik denk dat wat niet mag is, dat je binnen Nederland misschien nog gaat denken over, dat mag het helemaal taboe, van hebben we niet te weinig kinderen? Dat is ook zoiets, hè? Maar te weinig kinderen wil niet zeggen dat iedereen heel veel kinderen moet krijgen. Maar een gemiddelde kindertal. Ja, maar je zou je zorgen kunnen maken over het feit dat als je ziet wat in Korea gebeurt, in Japan gebeurt, in China gebeurt, dat is geen garantie dat in Nederland het toch al lage kindertal nu binnenkort niet nog verder weg gaat zakken. En wat dan? En dan krijgen we wel zorgen over, hebben we genoeg mensen op de arbeidsmarkt straks in het kader van de vergrijzing? Nog versterkte vergrijzing en een mismatch in de samenleving. Elk kind wat nu niet geboren wordt, is één werkende over 20 jaar minder. Dat weet je nu al. Ja. Alleen zo wordt niet gedacht en geteld. Laten we eerst nog even naar die mondiale schaal kijken. Want de bevolkingsgroei, in tegenstelling tot wat mensen vaak denken, groeit de bevolking op wereldschaal niet zo snel als laten we zeggen, in de jaren 60. De groeiscenario loopt al 50 jaar ietsje naar beneden. Ja, wat wil je daarmee zeggen dan? Nou ja, dat ondanks het feit dat het niet zo waanzinnig hard loopt als het toen was, hebben we nog steeds een aanzienlijke bevolkingsgroei. Maar die concentreert zich, denk ik, maar in feite in een paar gebieden. Ja. Een deel van, laten we zeggen, West-Azië en delen van Afrika, toch? Ja, maar dit verhaal is dus wat je leest. Mm-hmm. En dat heeft iets geruststellends. Stelt het jou gerust, zodat het wat minder groei wordt, of niet? Is het niet, hè? Nou. Nee, want kijk, dat het minder groeit en er komen 3-4 miljard bij en misschien groeit het in het jaar 2100 niet meer. Dat wordt dan geruststellend gebracht. Maar ik denk, ja, maar we leven niet in 2100. Dan komen nog 2030, 2040, 2050. En wat gaat er gebeuren? Een enorme bevolkingsexplosie, met name Afrika, Sub-Sahara-Afrika, maar ook Azië. Ene continent, dus een explosie van bevolking. En Europa, een implosie, kun je rustig zeggen, op natuurlijke wijze. Dan krijg je dus een hele grote tegenstelling in fase van ontwikkeling. Ja. En als je het eenvoudig zegt, zijn communicerende vaten natuurlijk van, daar worden te veel, hier worden te weinig. Ja, wat gaat er dan gebeuren? Dat kun je ongeveer raden. Maar dan heb je het over de grote lijnen. Maar is dat proces niet nu al gaande? In wezen, volgens mij, is dat proces al gaande. En dus dat het communicerende vat Afrika en het communicerende vat Europa, ene vat vult het andere. Ja, maar wat niet gezien wordt, dat is al gaande, maar men ziet het nu nog als een incident, maar het publiek ziet niet dat dit een het voorspel is van wat de komende decennia mogelijk kan gebeuren. Mm-hmm. En dat is niet omdat, zeg maar, iemand dat nu echt wil, dat geloof ik niet. Maar als je denkt dat er enorme bevolkingsgroei is, eigenlijk is de babyboom die wij hadden, is nu in Afrika gaande. Mm-hmm. En die blijft nog wel even. En dat is 30 jaar lang. Nou ja, dan weten we ook, ja, als je daar jong bent en je wil wat en je kunt er niks, dan zoek je de wereld op. Logisch. Ja, tenzij, zoals zou je ook kunnen zeggen, het wordt hoog tijd dat ze in West-Afrika, waar dat is de grootste bron van hoge geboorte, overschotten, zou ik maar zeggen, ook de pil gaan ontdekken. Maar dat blijkt niet echt het geval, toch? Nee, blijkt niet echt het geval. Er werkt wel in zoverre iets dat het gemiddeld kindertal wel terugloopt. Gemiddeld, althans als je naar de UN-cijfers kijkt. In Mali is het nog steeds 6 of 7 kinderen, geloof ik. Ja, maar er zit nog een addertje onder het gas in kwantitatieve zin. Toen er nog 8 kinderen per vrouw werden geboren, was ook de kindersterfte hoger. Ja, ja. En nu worden er 6 kinderen per vrouw geboren, dus maar kindersterfte is weg. Dus blijven allemaal leven. In absolute zin verandert er niet veel in de aantallen. Dus die bevolkingsexplosie die gaat gewoon stug door in aantallen. En waarom gaan ze daar niet? Kijk, je gaf net al aan wat voor getallen we hier zeker op het platteland nog hadden in de jaren 50 en zo.
vijf, zes kinderen was helemaal niet vreemd. Nee. Zeg, ik kom zelf uit omdat er geen AOW-voorziening was. En dat we maar ook de voorzieningen. De kinderen waren er om de ouders te helpen. Ja, de sociale voorzieningen waren er niet. En de gezondheidszorg en de pul was er nog niet. Dus, ja, en nu is de gezondheidszorg, in delen van Afrika ook slecht, maar men heeft programma's om dat kindertal iets terug te brengen. In sommige delen zal dat werken, ook waar de opleiding van die vrouwen iets beter is. Maar het grote plaatje is toch van, het is nog steeds 5 tot 6 en de kindersterfte is minder, dus de totaliteit groei blijft. Ja, ik heb, dat is een particuliere hobby van mij hoor, wat ik nu ga zeggen. Hmm. Maar misschien moet dat meer worden dan een particuliere hobby van mij. Ik heb wel eens de stelling geopperd dat op plekken waar culturen, religies in het bijzonder, de strijd met elkaar leveren, heb je de demografische oorlogsvoering tussen die religies. In Nederland heb je natuurlijk kunnen zien tussen de gereformeerden en de katholieken, zal ik maar zeggen. Ja. Dus twee bewegingen die emancipeerden en tegen elkaar op kinderen gingen maken. Dat gold met name voor de katholieken, maar in zekere mate ook voor de gereformeerden. En die hadden dus geweldige hoge geboortecijfers. Is dat ook een deel van de verklaring waarom precies in delen van Afrika waar het christendom en de islam rivaliseren, die cijfers zo hoog zijn? Ik weet niet of het bewust gebeurt, maar het zou kunnen. Ik denk, het heeft ook te maken met juist het feit dat het weinig geseculariseerd is en dat men weinig is opgeleid. In Nederland zie je dat de verandering is ook gekomen met ontkerkeling. Ja, maar het is niet één oorzaak. Het is de correlatie tussen die hele fase die we hebben gehad. De babyboomers begonnen ermee. De ontkerkelijking, de pil, de techniek was er, emancipatie. Platteland naar stad. Ja, maar denk ook, maken we het concreet. Baas en eigen buik bijvoorbeeld. Dat was emancipatie. Dat had ook te maken met ik heb recht op, die individualisering. En dat zijn allemaal dingen die in Afrika, naar mijn mening, nog te weinig tot bloei kunnen komen. Als dat wel zo zou zijn, dan zou je ook zien dat samen met meer opleiding misschien minder leven volgens het idee dat je kinderen moet krijgen zoveel als gegeven. Ja, wat vaak nog een soort macho idee ook zo kan misschien. Ja, maar misschien ook wel. Kijk, dat ook nog steeds in die arme landen zal het zo zijn dat die kinderen ook moeten helpen. Dus die moeten ook de kost verdienen als ze 10, 12 jaar maar zijn. Maar in steden zijn kinderen juist vaak een kostenpost. Daar wordt maar steden, andere bevolking, iets hoger opgeleid. Dus urbanisatie leidt meestal als onderdeel van die processen die je schetst, tot lagere kindertal. Nou, urbanisatie, als men ook onderwijs volgt en dat soort zaken. En als er een voorzieningen zijn, sociale voorzieningen, als die de kwaliteit van leven voor iedereen min of meer door een overheid gegarandeerd is, dan heb je niet altijd een hele... Hoef je geen kinderen te maken hebben. Nee, heb je niet nodig, want dan wordt het ballast. Dan worden kinderen duur. Een kostenpost. Een kostenpost. Ja. En nu is het in die landen nog een opbrengst. Maar voorlopig zijn al die scenario's van Afrika gaan nog uit van een continent dat in een eeuw, zeg ik in mijn hoofd, maar corrigeer me alsjeblieft, van een miljard naar 4 miljard inwoners gaat. Dat is zo. En men beseft hier veel te weinig wat dat betekent. En dan zou ik zeggen, wees gewaarschuwd, het idee van het gaat met die bevolkingsgroei, die gaat een curve naar afzwakken, het wordt minder en dan zitten we in 2100. Ja, maar mensen, tot we in 2100 zijn, gaat er nog heel veel gebeuren. Ja. En dan krijgen we nog heel veel spanningen op de wereld. En dan hoeven we echt niet tot 2100 te wachten. Dat gaat echt in 2030, 40, komende jaren begint dat. En dat houdt niet op voorlopig. En dat heeft te maken met die demografie, met die kwantiteit van youth bulge, zeg maar. Hè? Die boom van jonge mensen die daar nu aankomt. Ja, en die moeten iets, die willen iets, die willen ook iets van hun leven maken. Maar als dat niet lukt, dan is migreren de oplossing. Ja. Het zijn ook van die onderzoeken in Afrika, van dat onderzoeken. Hoeveel mensen willen eventueel naar Europa migreren? Ja, tientallen procenten en zo, hè? Nou ja, oftewel tientallen miljoenen. Ik bedoel, dit is het natuurlijk enorm. Nou ja, tientallen miljoenen zijn nog om honderden miljoenen gaan zelfs. Ja. Maar zelfs als maar 1% van die mensen die het overwegen, van 3 miljard, dan vinden we dat al een tsunami, denk ik. Zal maar zeggen. Of is dat een verkeerd woord in dit geval? Nou ja, het betekent wel dat we die beweging die nu over de Middellandse Zee komen, dat niet ophoudt en dat nog wel eens grotere bootjes kunnen worden, bij wijze van spreken. Want anders redden ze het niet. Dat moet op een andere manier. Ja. Of je moet ander beleid hebben. Ik denk dat het beleid ook moet keren. Nou, we moeten precies dat andere doen.
die ontwikkelingshulp ter plekke zodanig doen dat de noodzaak om te komen er niet meer is. Maar dat is omstreden, hè, dat idee. Al was het maar omdat je een zekere welvaart moet hebben om te kunnen emigreren. Want emigreren als zodanig kost geld. Dat is een investering. En dus je moet welvaart hebben. Dus als je, er is een aannemelijke theorie en ook al getoetst. Dat het is niet de onderklasse die emigreert, het is de middenklasse die emigreert, althans naar plaatselijke maatstaven. Ja. Want anders heb je het geld niet om de Middellandse Zee over te steken. Het is eigenlijk hetzelfde. Vind ik toch interessant, heeft ze minder mee te maken. Binnen Nederland, wie migreert het meest binnen het land? Dat is de kenniselite, want die gaan van de randen van het land, zal ik maar zeggen, van de dorpen, worden die allemaal gerecruiteerd en dan zie je een ontzettende brain gain in de Randstad. Ja. Dus bevolkingshogere opleiding leidt tot urbanisatie. Urbanisatie, maar ook inderdaad kapitaalconcentratie. Maar ook wat een contrast regionaal tussen rijk en arm. Ja. Ook binnen Nederland. Maar goed, je zegt van als we nou ontwikkelingshulp geven, of ik zou zeggen, als we nou zouden bevorderen dat er welvaart is. Dat is het, maar nogmaals, het toenemen van welvaart leidt helemaal niet per se tot afnemende emigratie, in tegendeel. Maar wat is welvaart? Hoe meet je dat? Kijk, je kunt ook denken van, laten we al die gelden die nu gaan naar asielopvang, als we dat kunnen stoppen in een sociale voorziening als een ouderdomspensioen, of we kunnen een land, een staat helpen om... Dus je zou de verzorgingsstaat daar kunnen steunen om te voorkomen dat men op onze verzorgingsstaat afkomt. Bedoel je dat eigenlijk? Indirect, want als er een AOW-voorziening is, hebben die mensen misschien niet zoveel kinderen nodig. Dan denken ze, nou is niet zo verstandig voor ons, voor het eigen bestaan. Want dat kost geld, dus we weten dat we verzorgd worden. En dat is het mechanisme wat hier heeft gewerkt. Dus help het daar ook te laten ontstaan. En als er dan minder bevolkingsgroei is, zal ook de druk op Europa, de ongewenste immigratie, laat ik het zo zeggen, minder worden. Want we hebben het over asielmigratie, waar we niet om vragen in wezen. Mm-hmm. Je hebt gevraagde migratie, dat zijn migranten die we nodig hebben, maar je hebt ook ongevraagde. Althans, waarvan partijen vinden dat ze nodig hebben? Nou kijk, ik denk dat ASML in Eindhoven, die heeft echt wel ingenieurs nodig, omdat wij ze niet meer hebben. Zeker, maar het is de overheid die uiteindelijk ASML in staat stelt om die mensen ook... Ja, maar dat is toch vraaggestuurde immigratie? Zeker, maar dat is overheidsbeleid die het ASML mogelijk maakt. Ja. Zelfs met belastingkorting, hè? Want, want die kennismigranten, zoals het dan heet... en die een substantieel deel van de immigratie naar Nederland uitmaken, die kunnen een serieus deel van hun belasting aftrekken. Dus in feite subsidiëren wij, dat zeg ik niet omdat het een aanklacht is, maar als feit, subsidiëren wij als bestaande inwoners van Nederland de kennismigratie, want wij financieren hun belastingkorting. Ja, maar daar kun je dan ook weer iets op zeggen, want die kennismigranten die brengen wel ook de kennis hier op een hoger niveau, dat is het ene punt, die brengen iets mee. Van de andere kant, als ze terug zouden gaan naar een land wat niet zoveel kennis heeft, kunnen ze daar de boel stimuleren. Ja, geleerd... Ik breng het als feit. Maar ik zie daar ook wel... Het is ook een vorm misschien van ontwikkelingshulp. Hè? Zo zou je het kunnen gaan circulair zien. Circulair heet dat dan wel. Ja, maar zo kun je tijdelijk arbeidsmigranten ook zien. Als ze hier kennis op doen en dat we meenemen... Maar heb je daar voorbeelden van? We hebben natuurlijk circulaire arbeidsmigratie in Zuid-Europa. Dan komen die arme mensen die komen uit Marokko of Libië naar Spanje of Italië en dan worden dan uitgebuit in de tomatenoogst en dan gaan ze terug. En er wordt vaak heel positief over geschreven, terwijl ik het uitbuiting misschien wel slavernij vind. Ja, misschien is het op dat niveau niet, maar die kennismigranten, als we het daarover hebben, zeker, want die nemen die kennis weer mee. Maar die kennismigranten, dat is op zich onomstreden, hè? Dat is betrekkelijk onomstreden. Ja, ja. Het draagt dan weliswaar bij tot de bevolkingsgroei, maar is niet een omstreden deel van de discussie. Nee, maar dat komt omdat wat ik zeg, dat is vraaggestuurd. Dat willen wij zelf. Wij vragen als samenleving erom, of de politiek, maar, de bedrijven. Maar dat geldt bijvoorbeeld, de vraagsturing, die kunt ook zeggen dat alle ongeschoolde werknemers die uit Oost-Europa komen, en die laaggeschoold of laaggekwalificeerd werk doen, dat kun je ook vraaggestuurd noemen. Terwijl, niet altijd. Terwijl naar economische maatstaven de bijdrage vaak negatief is. Ja, maar ook daar geldt. Kijk, je hebt mensen die worden via Nederlandse uitzendbureaus geworven in Polen. Zeker. Is een gedeeltelijk vraag gestuurd. Maar je hebt natuurlijk ook jonge mensen die denken, ik ga het eens wagen, ik ga naar Nederland, ik zie wel wat ik daar doe. Ja. Dat is niet gevraagd. Dus dan moet je maar zien of je hier aan de bak komt. Maar er zijn echt bedrijven die willen iemand daar hebben. Dus ook daar zie je een soort onderscheid in. We hebben het nodig.
Maar daar komen ook mensen op de Bonnefoy. Ook uit Italië of Spanje, nee, die komen op de Bonnefoy. En dat ze hier werk hebben, dat is mooi. Maar eigenlijk waren ze niet gevraagd. Nee, maar binnen de Europese Unie, toch 450 miljoen inwoners of daaromtrent. Nu de Britten en Duitsers zijn misschien iets minder. Maar goed, een hele grote club mensen binnen die grenzen en zelfs iets groter. Ja. Mag iedereen in Nederland eigenlijk zonder vergunning komen. Dus die mensen die bepalen zelf al of ze komen. Ja. De asielzoekers bepalen zelf of ze hier willen komen. Vervolgens krijgen ze al dan niet de verblijfsvergunning. Maar dat is hun idee om hier te komen. Ja, dat is niet vraaggestuurd. Dat is niet vraaggestuurd. Ja. En dat is wel een belangrijk onderscheid, vind ik. Juist in die hele migratiediscussie. Hè, van hoeveel migranten, welke migranten. Ja, je ziet dat een deel van die migranten, daar vragen wij om. Je hoeft ook niet tegen migratie te zijn. Maar de vraag is van hoeveel migratie komt er nog waar we niet om vragen. En dan komt het punt van Afrika weer naar boven. Want er zal heel veel migratie komen waar we waarschijnlijk niet om vragen. Omdat we het misschien niet aankunnen. Maar het komt wel. Ja. En dat wordt het grote probleem. Nou ja, ik zou me dan voor kunnen stellen. Dat leidt dan bijvoorbeeld tot een discussie over asiel. Want een belangrijk deel van de Afrikanen en ook trouwens mensen uit het Midden-Oosten. Ja. Die komen hier niet omdat ze gevraagd zijn. Nee, die komen omdat ze zichzelf vragen, zou ik maar zeggen. Ja. En daar zijn dan allerlei redenen voor of niet, van welke aard dan ook. Maar hun titel waarop ze het land binnenkomen, is in eerste plaats asiel. En de familie komt dan, enzovoort. En dan, dus de aantallen worden dan, kunnen het dan substantieel worden, zoals dit jaar. 1000 in de week, dat soort getallen. Als we het dan hebben over het reguleren van immigratie uit het Midden-Oosten en Afrika, dan zou je naar die asiel, de toepassing van die asielverdragen moeten kijken. Nou ja, of zelfs nog iets breder, hoeveel niet gevraagde immigratie is er eigenlijk? Ja, vertel eens. Daar kom je dus niet zomaar achter, maar dan moet je verder kijken dan die asielmigratie, want dan zou ik zeggen, het zijn ook de mensen die op de Bonnefoy komen hier voor werk. Dat zijn de partners die komen. Ook van de gezinsmigranten, de gezinsmigranten en zo. Op zich heeft Nederland er niet om gevraagd, maar men heeft toegang. Ja, dus als daar een sterke groei is waarvan je zegt, nou, daar kunnen we misschien niet aan in dit land. Dan zul je dus eerst moeten kijken, denk ik, naar de niet gevraagde migratie. De gevraagde migratie, die heb je meer nodig. Daar zit al een verschil. Ja. Dus ja. Nu hebben we trouwens, want wij praten hier wel over, maar in de Tweede Kamer hebben we er eigenlijk nooit debat over, behalve een paar jaar geleden toen er plotseling een motie werd ingediend dat er onderzoek gedaan moest worden naar de bevolkingsomvang en bevolkingsontwikkeling. Dat komt eigenlijk op neer, inclusief immigratie natuurlijk. Daar liepen ze wel een beetje mee heen, maar dat is toch een belangrijkste aanjager. Ja. Nou, nee. Op het moment, ja, de nou, aanjager. Al jaren, ja, bijna aanjager. Helemaal, ja. Ja. Dat is al een tijdje gaande. Dat was in 2018 of zo, denk je, dat die was ingediend? Ja, toen hadden we een stukje geschreven, Jan van der Beek en ik, daarover. Ja. En dat was eigenlijk de aanleiding. Precies, en je had nog wat meer discussie. Maar goed, er werd die motie Dijkhoff, zoals het heet, die werd ingediend. En toen kreeg het kabinet, tegen zijn zin, dat voelde je toch nog wel, de opdracht om eens uit te zoeken van wat is de bevolkingsgroei, hoe komt die tot stand, wat voor mensen zijn het, hoeveel kunnen we gebruiken. Dat was over het idee. Ja. Nou, we hebben inmiddels allerlei ontwijkende onderzoeken gehad en nu is het laatste nieuws, maar van een paar maanden geleden, dat er een staatscommissie wordt ingesteld. En die staatscommissie die brengt pas met kerst 2023, dan is het kabinet zeker weg, althans bijna weg, komt dan met aanbevelingen. Dat geeft dan niet een idee van urgentie. Nee, zeker niet. Maar wat dat betreft denk ik, demografie, zoals ik het zie, is ook een lange termijn iets. En dat vind ik nog het minste, die urgentie. Ik bedoel, je praat misschien over iets van hoe ziet Nederland er over 20, 25 jaar uit. Ik moet je even interrumperen, want je ziet dat alle grote problemen van dit moment, wat de politiek als groot probleem ziet, dus het klimaat, het natuurbeleid, inclusief de stikstof. En zo zijn er nog woningen. Ja, ja. Er zijn er 3, 4 grote thema's die allemaal namelijk aan verbonden zijn en die allemaal direct gerelateerd zijn aan de bevolkingsontwikkeling. Je hebt gelijk, maar goed, dat is mijn, professie. Je bent dan helemaal in zo'n tunnelvisie van lange termijn. Ik was betrokken bij prognoses en dan praat je over tijden waarin ik niet meer leef, bij wijze van spreken, hè. Kom ik dan tot mijn schrik tot de ontdekking. Daarom denk ik in die lange termijnen. En vaak kun je die ontwikkelingen, moet je ook sturen op lange termijn. En dat is, ik geef je helemaal gelijk, acuut is er al een probleem. Sorry dat ik je weer interpreteer. Ja? Maar als het de grootste kabinetscrisis van deze zomer, of de politieke crisis, zich niet eens afspeelt over de energie, maar zich afspeelt over de stikstof,
en over de vraag of dat in 2030 of 2031 gehalveerd moet worden. Ja. Dan is dat de praktische heeft dat een praktische relatie met de bevolkingsontwikkeling. Ja, maar ook de woningbouw. Ik vind, zeker. Kijk, laten we dan nog kortere termijn nemen. Laten we dan nu 2022 nemen. En wat we nu zien is eigenlijk een implosie van de woningbouw. Om diverse redenen. Er wordt veel en veel minder gebouwd dan men had gedacht of dan men proclameert. En dat is al een tijdje gaande. En tegelijkertijd zien we dit jaar een bevolkingsexplosie. Nou ja, dat is een combinatie, die hou je niet voor mogelijk. Nee. Want naar mijn schatting, als de Oekraïners blijven dit jaar, dan krijgen we dus een groei van zo'n 200.000 inwoners. Nou, als je nou gemiddelde gaat berekenen van 2 inwoners per woning, wat in Nederland de maatstaf is, kom je op zo'n 100.000 huishoudens die een woning nodig hebben. Ja. Daar heb ik het nog niet over mensen die gaan scheiden en dat soort dingen. Nee. Nou ja, we weten dat die woningbouw is aan het imploderen, die zakt in. Projectontwikkelaars zijn weggejaagd eigenlijk, die durven niet meer. Sociale huurwoningen, ja, ze moeten gebouwd worden, maar de corporaties kunnen niet, want de grond is er niet, of er is die stikstofproblematiek. En je ziet het in de cijfers al, het gaat veel en veel minder worden dan men denkt. Dus de woningnood neemt alsmaar toe en de immigratie neemt ook toe. En je geeft nu, precies, maar dan staat dus... De urgentie is dus niet van een lange termijn aard, dus al lange termijn zeker nee, ook. Ja, maar, ik denk natuurlijk, dit is de acute urgentie sowieso. En, maar dan zou je toch iets meer haast en urgentie mogen proeven dan het voortdurend vooruitstellen van... Heb je daar, je bent dus ongetwijfeld voortdurend tegen aangelopen. Nou ja, nee, waarom praat het kabinet er niet over? Waarom zegt niemand 18 miljoen is mooi geweest? Of 20 is beter, vind ik ook prima. Omdat men denkt van, ja, we hebben een hoger doel en dat is mensen redden die zich hier melden. Oké, dat is hun lange termijn doel dan, zeker? Nou ja, ik veronderstel dat, want ik begrijp het niet. Want je zou kunnen zeggen van, mensen redden. Eerst de boel op orde in eigen land en dan kijken van, wat kun je nog meer doen? Ja. Maar die eerste boel op orde in eigen land lukt niet. Nee, maar bovendien zijn het tegengestelde ideeën. Want je kunt niet en veel inwoners willen hebben en veel natuur willen hebben, ik zeggen. Nee, maar ze zeggen ook niet dat ze veel inwoners willen hebben. Nee, ze zeggen helemaal niks. Nee, maar de consequentie is dat je het op zijn beloop laat en dat er dus veel inwoners zijn. Maar ze zeggen niks. En ze hebben het niet over inwoners. Ze hebben het over woningen, over stikstof, over veedichtheid en weet ik wat allemaal. Maar niet over bewoners. Maar dat kan weer komen, omdat het natuurlijk zo is dat het gaat ook de footprint per individu. Ja, daar gaat het ook. We moeten eigenlijk consuminderen, zegt men dan. We moeten minder vervuilen, minder vliegen, dat soort dingen. Of het ook gebeurt is het tweede. Ja, of het gebeurt. Maar dat idee, en het ligt niet aan de aantallen mensen, maar het ligt aan het verbruik per persoon. En wij hebben ook een schuld naar de voormalige kolonies, want die willen nou ook wel eens... Of de derde wereld in het algemeen. Die willen ook wel eens vervuilen en hebben daar ook recht op. Ja, dat is een beetje een drogredene, vermoed ik. Ja. Anders snap ik het. Wij moeten verarmen en zij moeten nog een tijdje verrijken, want anders zou het oneerlijk zijn. Dat is wat dan je wordt zegt. Dan wordt het eerlijker op de wereld. Ja, en dan zitten we terug aan het begin waar we vertelden van grenzen zijn dysfunctioneel geworden. Dat is een idee wat leeft en dat is volgens mij opgekomen in de jaren 90 ook met die EU. We moeten geen grenzen hebben, dat hindert mensen. Ja. En tegelijkertijd zorgt dat ervoor dat je ook op globaal niveau, sommige mensen denken dat die grenzen op globaal niveau dysfunctioneel zijn. Maar voor die mensen die aan die andere kant wonen, zijn die grenzen helemaal niet dysfunctioneel, want die sluiten het gewoon af. Ja, precies. Ik bedoel, en er wordt trouwens over de hele wereld gewoon domweg gevochten op grenzen, hè? We hebben nu die Oekraïne... Die oorlog ook. Gaat toch over grenzen, of niet? Ja, tuurlijk. Dus wij kunnen wel zeggen dat we de grenzen afschaffen. Maar die anderen doen het niet. Nee. Nee, maar dat geeft aan, wat betekent dat eigenlijk, dat wij in een fictieve wereld leven. Ja. Want dat is een overtuiging, die is alleen maar lokaal. Oké, je zegt nu een paar dingen achter elkaar. We leven hier, althans in de bubbel Nederland, zou ik maar zeggen. Misschien Nederland, nog een paar bij. Leven in een fictieve wereld waarin we ook de werkelijkheid niet willen zien. Nou, is niet of, willen. Of we ontlopen het, of we vinden het onwenselijk, of we vinden het moeilijk. Nee, een hele generatie weet niet meer beter. Dat vind ik een mooi woord, dus een hele generatie is helemaal gemarineerd in een bepaalde tijdsbeeld. En die geloven echt dat dat allemaal zo is. En is niet meer kritisch. Nee, oké. Okay. Laten we even een jump into de cijfers nemen. Nederland heeft binnenkort 18 miljoen inwoners. Ja. Wanneer eigenlijk?
Nou, met de groei nu, Oekraïners, ja. Even veronderstellen dat Oekraïners grotendeels blijven. Ja. En het tempo van nu zitten we over 3 jaar aan 18 miljoen. Dan pas, ik dacht dat nou, ja, dan pas. Ja, nee. We hebben dit jaar 200.000, we hebben nu 7,7 miljoen. Sorry, dit kan zo mijn fout zijn. In mijn beleving staat wel in de richting van die 18, maar goed. We zitten in de richting afgerond naar boven is de 18. Okay, maar we hebben nog 300.000 afgerond nodig. En we zitten nu we zaten op een groeitempo van ruim 100.000 inwoners erbij. Dit jaar worden 200.000, dus dan krijgen we ineens een shock naar boven. Als de Oekraïners teruggaan, krijgen we nog een terugval. Ja. Maar ik betwijfel, niet iedere Oekraïner zal teruggaan. Nee. Dus we krijgen even een naar boven en dan gaat het weer met die 100.000. En wat ik zeg, men ziet het nog te veel als een incident. En het kan best zijn dat migratiesaldo is het ook eigenlijk. Ja. We praten over migratiesaldo. Ja. En dat kan best zijn dat het weer een jaartje iets zakken. Maar zoals ook in coronatijd. Ja, maar je moet een lange termijn zien. En dan krijg je weer een nieuw conflict. Een Turkse migratiecrisis, zeg maar, van 2015, 2016. Ja, maar op de langere termijn, middellange termijn, 10 jaar, 20 jaar, durf ik een briefje te geven, verzekering te geven. We krijgen nieuwe asielgolven, migratiegolven. Ja. Dat komt er allemaal aan. En er is nu steeds een saldo van 100.000 gemiddeld of iets meer. Ja. Maar dat blijft zo de komende 10 jaar, denk je? Ik denk dat het wel eens meer kan worden. Laten we eens even de cijfermatig zien. Daarom dat verhaal over Afrika, onrust op de wereld. Niet vergeten, Afrika zit in een ander systeem op dit moment. Die zitten in een systeem van bevolkingsexplosie. Dat gaat niet voorbij, die is gaande. En dat duurt tientallen jaren. En Europa zit in een implosie. Tenminste, het aantal nakomelingen is onvoldoende om de bevolkingsstand te houden. En die twee dingen, die gaan komende decennia met elkaar spelen. Zullen we het even zo zeggen? Is al gaande, maar het blijft of wordt misschien wat sterker. Ja. En dan ben ik van apropos af. We hadden het over die 18 miljoen. Oh, ja. En ik vroeg of de groei van de afgelopen jaren, het saldo, in de buurt van de 100.000 of iets meer, of we dat konden verwachten voor de komende 10 jaar op zich. Ja. Nou, laten we dan naar de cijfers gaan, waar overheden zich op baseren, of CBS en prognoses. En dat is toch wel interessant, dat zo'n prognose, die dus gezien wordt als meest waarschijnlijke, die gaat ervan uit dat het migratiesaldo op den duur, richting 2050, teruggaat, dat het nu uitzonderlijk hoog is en dat het langzaam teruggaat naar zo'n 50.000. En als dat gebeurt, dan komt men met berekeningen uit op iets van die 21 miljoen. We hebben jarenlang meer dan 100.000, we hebben nu 200.000 waar men niet op rekende en ik denk dat het vaker gaat gebeuren. Ja. Dus terugvallen naar 50.000, als er niks gebeurt, spontaan, krijgen we ongevraagde migratie. Dat gaat niet lukken, dan wordt het 100.000 en meer. En bij 100.000 migratiesaldo van jaar op jaar komen we al snel uit op 21 à 22 miljoen. In 2050. En precies. Still going strong, zou ik zeggen. Ja, okay, maar groei niet ten einde. Maar niet dat wat erna gebeurt niet belangrijk is, maar wat er over 10 jaar gebeurt vind ik nog belangrijker. Van die 18, als ik jou snel volg, dan hebben we dus binnen een paar jaar 18. Ja. En dan vervolgens na 8 of 9 jaar weer een miljoen erbij. Ja, een miljoen per decade. Daar komen we op uit. Ja. Eigenlijk. En dan bij een veronderstelling dat migratiesaldo iets minder gaat worden dan wat we de laatste 5, 6 jaar gehad hebben. Wat voor Nederland hebben we dan in 2030 of 2032? Dat is een range die denk ik. Het kabinet maakt zich erg druk over 2030. Dus laten we 2030 nou eens aanhouden. Wat voor land hebben we in 2030? Ja, maar ook het landschap bijvoorbeeld. Ik bedoel, als het aan het kabinet ligt, dan hebben we weinig boeren meer. En die boeren die er nog zijn, die hebben minder vee. Als we kijken naar Rob Jetten, die zegt, Nederland moet Berlijn aan de Rijn worden, met overal draaiende windmolens en bouwkranen. Maar dat is een idee van een stadstaat. Is dat wat we nu krijgen? Nou, een stadstaat wat concreter met waar laat je al die mensen als ze komen? Het zijn niet alleen woningen, ze hebben ook sportvelden, fabrieken nodig en wegen en noem maar. En als er welvaart is, wil iedere inwoner meer ruimte, kun je zeggen? Ja. Voor zichzelf. Ja, maar dus de vraag naar ruimte en drukte wordt groter. Maar als je het wat algemener zegt, we worden natuurlijk urbaner, verstedelijken meer. Ik bedoel, je ziet die signalen nu ook al in de hoogbouw die toeneemt. Het moet gestapeld, want
Den Haag is helemaal zo'n voorbeeld. Die hebben de gemeente Den Haag heeft geen ruimte, dus die moet de lucht in. Die heeft allemaal gemeenten, bebouwde gemeenten om zich heen. Ja, of Amsterdam, waar dan een strijd ontstaat tussen woningbouw in het havengebied of industrie of havenwerkzaamheden. Dan krijg je ook een concurrentie. Dus, ja. Maar en bouwen in de vogelpolders? Ja, in het algemeen zul je krijgen dus die strijd om de ruimte, maar ook het wordt stedelijker. Maar ook niet vergeten, het is vooral, als je nu kijkt waar vindt die groei plaats, dan is het toch ten zuiden van de lijn Haarlem, Arnhem. Daar vindt het eigenlijk plaats. Ja, Zwolle doet nou ook mee en zo. Maar de grote klap is altijd westen van het land. En dat blijft wel zo. Dus die gemiddelde cijfers, als je zegt op bevolkingsdichtheid. En een aantal delen van de Gelderland en Brabant natuurlijk ook. Maar... Ja, dat bedoel ik. Die hele lijn onder Haarlem, Arnhem. Daar zie je de verdichting, de urbaniteit toenemen. En het is meer dan het lijkt, omdat vaak cijfers worden gegeven voor Nederland. Bevolkingsdichtheid voor Nederland. Ja, je zou eigenlijk bevolkingsdichtheid onder Haarlem, Arnhem moeten hebben en boven. En dan zie je dat het daar al behoorlijk verzedelijk is. Ik zeg uit mijn hoofd dat bevolkingsdichtheid van Nederland zit rond de 500 per vierkante kilometer in, die orde. Ja. Maar voor dat gebied wat jij nu omschrijft, is volgebouwd Nederland, zal ik dat maar even gemakkelijk noemen, daar zit je misschien wel op het dubbele. Of dan ga je heen naar het dubbele. Ik weet niet of het dubbele is, maar het is veel meer. Terwijl eigenlijk dat gemiddelde voor Nederland wordt altijd gebruikt om aan te geven hoe dik bevolkt Nederland is. Dat is fictief natuurlijk, ja. En je kunt natuurlijk van wijk is het nog meer. Nee, maar in de praktijk, iedereen die wel eens in een auto zit en op de snelweg is, die ziet ook natuurlijk dat als je van Alkmaar naar Alkmaar, nou, laten we zeggen van Zaandam, de Randstad rijdt, ja, dat er geen moment is dat je niet tussen bebouwing zit. Nee, en het is bebouwing, zijn de wegen, het is de vervuiling, het concentreert natuurlijk allemaal. En dat is wat gaat toenemen. Dus de urbaniteit neemt toe. Er zijn sommige mensen zeggen, nou ja, dan worden het misschien net zoveel als in Singapore, zou kunnen. Maar dan heb je het over het technische, zal ik maar zeggen, hè? En niet het sociale. Het andere punt is van, ja, waar gaat het met dit land naartoe in sociale zin? Met een groei die eigenlijk alleen bepaald wordt door een migratie van buitenaf. Uit verre streken ook nog, voor een groot deel. Die zich vaak zelf gemeld hebben? Die niet vraag gestuurd, zelf gemeld komt. En dan is de vraag van, wil men integreren? Als je zelf gemeld hebt. Ik weet het niet. Als je naar de cijfers kijkt of de ontwikkelingen tot nog toe, zie je in de migratieontwikkeling dat er een groep is die integreert. Ik geloof dat het woord van niemand gebruikt. Hè. Integratie, dat mag niet meer, geloof ik. Het grote woord is nu diversiteit. Diversiteit. En diversiteit betekent ook vaak dat de autochtonen moeten inburgeren of iets. Integratie is verdwenen als beleid, zo lijkt het. Maar het is wel een punt natuurlijk. Het moet wel, want anders krijg je groepen die niet met elkaar kunnen omgaan. Ja. Maar dat is dus wat ik zie in de cijfers, zoals ik ook altijd zag. Integratie zie je, een deel van de migranten integreert perfect. En een deel weigert dat eigenlijk. En dat, zijn soms, en dat is soms redelijk voorspelbaar als je naar hun achtergrond kijkt. Dat het niet integreren is een cultuurgroep. Die komen, er is een studie van het World Value Studies, heet dat. En die doen dan onderzoek naar waar op de wereld de normen, opvattingen het meest contrasteren. En er komt toch vreemd genoeg uit dat de grootste contrasten met Nederland zitten in landen, Afghanistan, maar ook Marokko en Turkije. En dat zijn er net ook landen die zich hier melden. Ja. En daar zit een bevolking, dan kun je zeggen, de bevolking die weggaat is precies de andere bevolking, maar voor een deel niet, voor een deel wel. En dat maakt dat je hier ziet, een groep wel integreert, ander niet. Jan, ik denk dat we nog 2-3 uitzendingen nodig hebben. 2 opnames, videogesprekken nodig hebben. Die gaan we als mij betreft ook maken. En een keer over de microniveau dan. Daar gaan we het zeker ook over hebben. Maar dat vaststaat dat de bevolkingsontwikkeling totaal dominant is in het soort Nederland dat zich aan het ontwikkelen is. Dat staat wel vast. En omdat niet iedereen het erover heeft, hebben wij het erover. Oh, dat is mooi gezegd. Ja, dankjewel. U luisterde en keek naar een aflevering van Winnie als Week. Dit was Jan Latten, sociaaldemograaf en kenner van wat we net al hebben gehoord. Alles wat we gaan meemaken en misschien niet willen meemaken. Ik dank u wel.